Ja, hij komt al. Jezus. Hallo allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een goed nieuw vlog. Mitty. Yo, dames en heren. Het is heel raar om te zeggen, maar het is vandaag officieel zomer. Tenminste, voor mij op het moment dat ik dit opneem. Ja, het is echt waar, het is zomer. En als ik zo naar buiten kijk, dan heb ik totaal geen benul van dat het zomer is. Want het is op dit moment keihard aan het regenen. Dat is echt niet normaal. Nou, keihard. Zoals mijn zwembad heeft een nieuwe laag erbovenop gekregen. Dus het is niet heel mooi weer vandaag. Maar goed, en ondertussen ben ik ook weer bezig met een opname. Want ik ga binnenkort weer een hele speciale video opnemen. Of nu opnemen en dat komt binnenkort online. Dat wordt nieuw echt leuk. En vanavond moet natuurlijk Nederland weer voetballen. Jawel, echt waar. Ik heb inmiddels even mijn zwembad helemaal weggehaald. En wat ik nu ga doen is eventjes iets heel anders. Ik ga namelijk een keer deze vlog iets heel anders. Deze vlog ga ik pas namelijk morgen eindigen. Morgen is het voor mij dus dinsdag. En dan eindig ik de vlog. Vanavond heb je natuurlijk voetbal, maar deze vlog wordt dus ja, iets anders. Voordat ik het nog vergeten heb, dames en heren, even een shout-out naar de volgende gast. Dankjewel. En nog een uurtje ongeveer. En moet Nederland te spelen. Ja, dat is echt super vervelend. Het oranje elftal moest ik spelen, maar mijn oranje shirt, die moet nog opdrogen. Dus helaas, ik moet het vanavond doen zonder oranje shirt. Maar ik ga oranje wel aanmoedigen, hè, want ik heb natuurlijk altijd nog mijn, jawel, tatoeage. Zo, dames en heren. Ik zit op de bank met lekker een zakje chips, een colaatje en voetbal. Nederland tegen Noord-Macedonië. Oranje, heel veel succes en we gaan zien wat het wordt weer. Hopelijk wordt het weer een doorgang. Het lijkt er wel serieus op alsof er elke keer een andere BN'er bij het voetbalwedstrijden zijn. Eerst was het koning Willem-Alexander, toen nu gewoon de jongen. Nou staat Mark Rutte is nou bij de uitzending. Bij de wedstrijd, dus nou, dan moet het helemaal goed komen. Ja, ik moet zeggen jongens, er is nou net 1-0 gescoord door Nederland en agressieve ploeg is Noord-Macedonië. Jee, maar er komt echt ontzettend veel agressie vanaf, dat is echt niet normaal. Iedere keer als ze zeg maar dachten dat ze scoorden, dan was het gelijk van rare gebaren maken. Dan denk ik van jongens, dit is een spelletje, probeer elkaar een beetje, probeer even een beetje rustig te blijven joh. Iedere keer liepen ze elkaar te irriteren, dat is echt een agressief ploeg Noord-Macedonië. Ja, het is geëindigd met 3-0, dus we zijn gewoon weer door. Nice. Oké, ik krijg zo even een visite, want er is iemand die even wat moet ophalen. En hij zegt dat hij er heel debiel uitziet. Dus ik zit aan de ene kant te denken, zal ik hem eens laten schrikken? Maar dat is misschien wel een beetje gemeen zo. Maar hij is waarschijnlijk allemaal in een oranje outfit, want hè, Nederland heeft elftal moest vandaag spelen. En hij heeft van, ik zie er echt gigantisch mooi uit. Dus ja, we gaan het zo zien, we gaan zo even kijken. Ik weet niet of hij opkomt. Ja, hij komt al. Jezus, mijn god. Nou, schiet hem eens af. Niet in mijn gezicht, gek. Wat zeg ik nou? Niet in mijn gezicht. Oh, 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 oh. Nou, top. Zet je hem onder. Jongen, stomme. Tijger. Oké, volgende keer denk ik wel even twee keer na voordat ik hem uitnodig. Potverdikken me. Nou kan ik dit helemaal niet gaan opruimen. Top, Mike. Dankjewel. Zo, dames en heren. Ik heb ondertussen even wat leuks bedacht. Wat nou als ik in, nou niet in elke vlog, maar wel in, soms in een vlog gewoon eens een shout-out doen. Zoals ik in de afgelopen tijd in de vlog wat vaker heb gedaan. Ik denk dat het wel leuk is. Dus in de volgende vlog, ik heb in deze vlog al een shout-out gegeven, dus in de volgende vlog komt weer een nieuwe shout-out. Heb je nog een leuke reactie? Laat het dan zeker weten achter hier in de reacties. En dan wie weet kom jij wel in de volgende vlog als een shout-out. Dus ja, ik weet niet, het leek me een leuk conceptje. Gewoon leuk bij elke vlog, wat een shout-out. Heb je een leuke reactie? Laat het weten. En wie weet kom je dan in de volgende vlog in een shout-out. En nu is het tijd voor de volgende dag. Mitty, over naar jou. Op naar een nieuwe dag. Ja, Mitchell, het is hartstikke leuk. We zijn vandaag dus op een nieuwe dag. En het is hartstikke leuk wat je zegt van ja, weet je, ga ik erover naar de volgende dag. Maar ik heb niet zoveel te vertellen. Ik ga de vlog dan maar hierbij eindigen, dames en heren. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Het enige wat ik jullie nog kan meedelen is dat aanstaand weekend gaat er iets ontzettend gaafs gebeuren. Dat zien jullie in de vlogs, dus houd de vlogs in de gaten. Wordt super leuk. En dan zien jullie gewoon bij een gloednieuwe vlog op mijn kanaal Mitty. Ook nog even een ding, aanstaande zaterdag ook weer gelijk een nieuw video op mijn Kim kanaal Mitty. Dus wees erbij, het wordt echt super leuk. Dus bedankt voor het kijken, vergeet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, hier ben je niet gedaan. Dan zie ik jullie bij de volgende vlog om 5 uur gewoon op mijn kanaal Mitty. En binnenkort naderen we de 666. Oftewel vlog 666. En dat zeg ik zoals altijd en ook vandaag. Peace!